Wat vindt u van doping in de sport? Een slechte zaak, zowel voor mens als voor de sport. Ik kijk nooit meer naar de Tour de France vanwege de doping in de sport. Nooit meer. U kijkt nooit meer naar de Tour de France? Nooit meer. Het gaat aan me voorbij. Je kunt het niet meer vertrouwen. Nou, alle mensen die doping gebruiken, die zijn verschrikkelijk onsportief bezig tegenover de mensen die te hard voor trainen en alles voor opgeven. En de anderen proberen dan met hulpmiddelen hetzelfde niveau te bereiken. Dus mensen met doping mogen ze van mij gelijk straffen. Wat vinden jullie van doping in de sport? Nou, best wel goed. Doping in de sport. Vinden jullie dat goed? Dus dat er doping wordt gebruikt door sporters om beter te presteren? Ja. En wat is daar goed aan? Nou, ze gaan sneller, toch? Ja, maar het is ook slecht voor hun, toch? Ja. Ja, dus het heeft twee kanten, vind ik. En wat zijn de twee kanten? Nou, doping is volgens mij niet altijd goed voor je. Maar voor de sporters zelf is het wel handig om te gebruiken. Want je gaat er sneller van. Je wordt er beter van. Vindt u het nog wel leuk om naar sport te kijken als er doping wordt gebruikt? Nee, want daarom heb ik ook een tijd lang niet meer naar de Tour de France gekeken. Omdat je weet dat je belazerd wordt. En dat vind ik gewoon een onprettig gevoel. Ja, het is vals spelen, maar ja, ik zou het eigenlijk zelf ook doen als ik het had. En ik was topsporter. Nou, als het bij Calgon blijft, heb ik er geen probleem mee. Ja, het is zonde dat het gedaan wordt en dat het niet gewoon ja, door eigen prestaties, dat ze hulpmiddelen nodig hebben, dat is heel zonde. Vind je het nog wel leuk om naar het sport te kijken als er toch doping wordt gebruikt? Nou ja, weet je, als je het bekijkt, dan ga je niet vanuit dat ze het gebruiken. Achteraf hoor je dat af en toe inderdaad wel en dat is dan zonde. Maar ik sta er niet echt bij stil, nee. Dus je gaat gewoon lekker weer sport kijken? Gewoon lekker weer sport kijken en dan hoop ik gewoon dat ze niet gebruiken. En als dat wel zo is, dan vind ik dat zeer onsportief. Ja, dat wel.